Ja, eerste helft hebben we ontzettend veel kansen nodig om doelpunten te maken. Ja, te veel. Uiteindelijk scoorden we maar 8. 8 volgens mij. Ja, en dat is te weinig voor een eerste helft. Terwijl we ontzettend veel doelpogingen hebben genomen. En, we waren niet scherp in de afronding. Heel hard werken was het vooral. Ik denk dat wij wel een heel constant vak hebben met Jaro en Glenn. Prima ondersteund door de dames. Die houden ons denk ik heel de wedstrijd scorend in beeld. We hadden moeite in het andere vak. Maar ja, we missen Jannie. En dat is voor ons een belangrijke schakel. Ik vind wel dat ze het goed hebben opgepakt. Maar het was een Florian dat nooit afgaf. En dat weten we. En ze hebben specifieke kwaliteiten met hun dames. En ik denk dat we daar uiteindelijk door alle 8 wissels te gebruiken... hebben we dat kunnen neutraliseren. Begin af aan eigenlijk meteen de voorsprong hebben genomen. In de tweede helft is Florian wel nog even terug bijgekomen tot gelijk. Maar ik denk dat we heel rustig zijn gebleven en terug een 2-puntenkloof op dat bord hebben gezet. En zo verder hebben kunnen uitbouwen naar de uiteindelijke 25-18 stand, denk ik. Dus ik denk dat we op zich... wel goed zijn gewonnen vandaag en denk ook wel verdiend. Op een haar na hadden wij voor de winterstop gewonnen van Boekenberg. Volgende week kunnen we even goed winnen als verliezen. Dus ik denk dat het dat ook wel zo boeiend maakt nu. Dat alle ploegen kandidaat zijn voor de titel en ook voor te zakken. Dus het zal tot op het einde spannend zijn, denk ik.